We rijden mee met de eenheid Midden-Nederland in Utrecht op de Franciscusdreef. Surfjante, Patrick en Jeroen hebben melding gekregen van een autodiefstal. Wij zijn onderweg naar Utrecht. Daar is een voertuig die ontvreemd is. En we gaan heel even kijken of dat hij misschien gaat rijden. Hij staat nu stil. En als hij gaat rijden, gaan we het proberen te onderscheppen. Kijken of we wat zien, hè? Dan rijden we even zo de langs zo. Heel graag. Heel rustig rijden, even kijken of we hem zien. Ja, staat hij. Oh ja, daar staat hij. Zet hem maar op de parkeerplaats staan hier. Ja, het voertuig staat inderdaad geparkeerd bij de Jumbo. Het lijkt erop alsof ze boodschappen aan het doen zijn. Wij hebben positie ingenomen bij de parkeerplaats Daalwijk over. Ja, dat zal wel. Heb je op de positie op dat voertuig? Hij heeft alleen als uitgang eventueel de Franciscusdreef of de Mississippi-dreef, denk ik. Dus we hebben in ieder geval één kant afgedekt. Dan heb ik het idee, als hij daar gaat rijden, dat we hem kunnen zetten. Ja, we gaan het afwachten. En dan is er plotseling beweging. Gaat iemand instappen? Ja, er is iemand in het voertuig gestapt. Even wachten. Ik heb geen zicht nou, hoor. Het voertuig gaat rijden. Ook andere eenheden zijn gealarmeerd en hebben stelling ingenomen om een eventuele vluchtpoging af te dekken. En dan gaat het allemaal heel snel. Uit die politie, auto. Kom uit de auto. Liggen. Handen op je rug. Eenmaal aanhouding op de parkeerplaats. Verdachte in de boeien, graag vervoertje over. Oké, ben je rustig? Ja. Je weet hoeveel je aangehouden bent? Diefstal auto? Vertreden die auto. Oké. Kom maar. Op je zij. Ja, kom maar. Overeind. Stap. Kom maar, die kant op. In een kennelijke poging om geen vingerafdrukken in de Mercedes achter te laten, draagt de bestuurder latex handschoenen. Even fouilleren. Ja, maar dat gaat hier. Kom maar. De verdachte draagt geen wapen en kan veilig worden afgevoerd naar bureau Paardenveld in het centrum van Utrecht. De verdachte is ingesloten op bureau en zometeen zal verder onderzoek moeten uitwijzen wat zijn rol in dit geheel is. Of hij ook degene is die in ieder geval het voertuig ontvreemd heeft. Of dat hij alleen nog verdacht wordt van heling, oftewel het rijden in een gestolen voertuig. De Mercedes wordt onderzocht op sporen en Patrick zoekt de vermoedelijke autodief op in zijn politiecel. Voorstellen, Patrick, verkeerspolitie. Ja, ken ik. Ken je me? Ja. Nou, dat is mooi. Hey, luister, je bent aangehouden. Je weet ook waarvoor je aangehouden bent. Klopt. En je rijdt in een auto die als gesignaleerd te boek staat, oftewel als gestolen. De zaak zal worden gedraaid door een ander team. Dus je gaat straks op transport en het andere team waar de auto vandaan komt, die gaan straks met je verder. Okay. Heb je nog vragen, Hans? Opmerkingen? Wanneer ga ik op transport? Zometeen. Oké, prima. Yes? Ja. Nog vragen, Hans, verder? Nee. Hey, succes. Dankjewel. Yo, hoi. Voor de videosurveillanten is de zaak hiermee afgedaan. Het is nu de bedoeling dat de verdachte die wordt voorgeleid bij de hulpofficier van justitie. Nou goed, nu is het gewoon afwachten wat hij verder te verklaren heeft. En verder onderzoek zal dus moeten uitwijzen wat er exact gebeurd is en wat zijn rol in dit geheel is. Aangezien de Mercedes in Haarlem is gestolen, wordt de zaak overgedragen aan de eenheid Noord-Holland. De verdachte zal zich waarschijnlijk binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden.